buiten de QR-code al langer voor onze producten, maar er was een conflict tussen de barcode, EIN-code, en de QR-code bij het scannen aan de kassa. Vandaar zijn we begonnen met het gebruik van de 2D-barcode, omdat die ook naast het statische van vroeger, de link die we hadden, was heel statisch met de QR-code en wat er achterliggend als informatie kwam, terwijl het nu met de 2D-code een dynamisch gegeven is waarbij je op bepaalde tijdsmomenten promoties kan feeden aan de consument die de QR-code scant. Je kan informatie meegeven over het product zelf, over de achtergrond van het product, verpakking, sustainability, dus veel meer gegevens dan wat je nu kon meegeven met de gewone QR-code. Wel, we werken al meer dan 30 jaar samen op een zeer goede manier. Hubo is voor ons de beste of belangrijkste retailer in Europa. En wij zijn voor hen ook de belangrijkste leverancier binnen de power tools en de power tool accessoires. Dus wij zijn echt een echt team, een partnership zoals we het dikwijls ook zeggen. En dat maakt voor ons natuurlijk dat we zo'n projecten samen willen realiseren en ook samen zo snel mogelijk willen implementeren. Maar uiteraard is het een heel arbeidsintensief proces. Ons PIM-systeem genereert de QR-codes automatisch, maar er moet natuurlijk overal de juiste data ingevuld worden per product. De juiste URL's moeten worden gelinkt. Dat is een doorlopend werk, ook een continu werk. Dat zal steeds veranderen. Maar daar heeft GS1 ons ook heel goed bij geholpen om dat goed te kunnen implementeren in het systeem. Wij zien vooral veel kansen met het informeren van de consument. Dus de consument scant de QR-code en wij kunnen hem veel meer op een dynamische manier gaan begeleiden binnen het traject, binnen het merk. En meer de beleving laten geven die voorheen niet mogelijk was met de gewone QR-code. Wij gebruikten de QR-code uit alle voor onze cadeaukaarten. En aangezien wij scanningsproblemen hadden aan de kassa, omdat de QR-code en de gewone EIN-code vlak naast elkaar stonden, hebben wij samen met Faro gezocht naar een oplossing die future-proof was. Future-proof wil ook zeggen dat in de toekomst komt er heel veel wetgeving nog op ons af en we gaan proberen dat inderdaad mee te integreren in die QR-code. Wat de positieve verbetering is in onze winkels, is dat inderdaad de producten nu gewoon aan de kassa kunnen scannen. Dus we hebben wel wat technische oplossingen moeten zoeken samen met onze kassa-implementator, zodanig dat wij de G10 uit de QR-code konden lezen. Dus dat was eigenlijk het grootste probleem. Dus in onze warehouse, dat gaat in de toekomst nog moeten veranderen, want dit is nog een pilootproject. Alle scanners zijn inderdaad nog niet aangepast, en dus onze scanners bij de goederenontvangst moeten nog aangepast worden. Langs onze zijde was het grootste probleem onze kassascanners aan te passen. Onze softwarepartner SDP heeft ons daarbij geholpen. Zij hebben in nauwe samenwerking met GS1 ervoor gezorgd dat wij nu perfect de G10 kunnen lezen aan de kassa. De volgende stappen gaan zijn dat er meerdere artikelen gaan binnenstromen en dat wij inderdaad zien dat inderdaad alles werkt. Wij hopen dat zo vlug mogelijk ook andere leveranciers de stap gaan zetten en ons ook de nieuwe QR-codes gaan aanleveren, zodanig dat wij ook aan de kassa dat probleem voor hen ook kunnen oplossen.